Kijk eens goed. Waarover zou dit verhaal gaan, denk je? We zullen dadelijk kijken of je gelijk hebt. Dacht je dat het over piraten ging? Of over een eiland? Of over een schat? Allemaal juist. Dit heer is Piraat Pim. Hij is kok aan boord van een piratenschip. En door het raampje ziet hij plots een eiland met een breed zandstrand en veel bomen. Hij wordt er helemaal blij van. Piraten, roept hij, laat het anker zakken. We gaan barbecuen. Ze laden alles wat ze nodig hebben in een bootje en roeien naar het strand. De piraten verzamelen hout voor het vuur en slepen stenen aan om rond te leggen. Even later knetteren de vlammen. Zodra er genoeg houtskool is om te bakken, legt Piraat Pim er een rooster met vlees en groente op. De heerlijke geur van gegrild eten doet alle hongerige piratenmagen knorren. Ik krijg er ook al zin in. En jij? Na de barbecue liggen de piraten lui op het strand. Hé, wie wil een dessertje? Vraagt Piraat Pim. Steek je hand maar op. Och nee, je hoeft niets te maken, antwoordden de piraten. Wij hebben genoeg gegeten. Ons buikje is helemaal vol. Oké dan, zegt Piraat Pim een beetje teleurgesteld. Hij had zelf wel zin in een dessertje, maar alleen voor zichzelf. Nee, dat doet hij niet. Hij dooft het vuur en ruimt wat op. Wat ziet hij daar liggen, half verborgen onder het zand? Piraten, ik heb een schatkaart gevonden, roept hij. Wie zoekt er mee naar de schat? Maar de luie piraten hebben geen zin. Ze doen niet eens hun ogen open om naar de kaart te kijken. Dan gaat Piraat Pim maar alleen. Hij volgt het plan op de kaart. Eerst moet hij naar de palmbomen en dan verder doorlopen tot bij de waterval. Daar moet hij de rivier oversteken. Oef, gelukkig liggen er een paar dikke keien in het water. Piraat Pim springt er vrolijk overheen. Piraat Pim volgt een pad door het struikgewas en klimt naar de rotsen. Op het plan staat een kruis bij een platte steen. En die steen steunt op drie kleinere stenen. Lijkt een beetje op een tafel. Piraat Pim tast met zijn hand onderin. Spannend zeg, zou de schat er nog liggen? Wat denk jij? Ja, daar ligt wat. Piraat Pim haalt een houten kistje tevoorschijn. Wauw, misschien zitten er goudstukken, edelstenen of mooie ringen in. Piraat Pim voelt zijn hart sneller kloppen en opent de schatkist. Maar die is leeg. Er ligt alleen een briefje in. En daarop staat, kijk om je heen. Ahoy Pim, ahoy! Plots komen van alle kanten Pims piratenvrienden tevoorschijn. Ze hebben hun armen vol vers geplukt fruit. Het was een grapje, Piraat Pim, roepen ze. Maar jij hebt bewezen dat jij de beste schattenzoeker van de wereld bent. En weet je wat? De schatkist is niet leeg, want jij bent onze grootste schat. Dank je wel voor de heerlijke barbecue en voor al het lekkere eten dat jij altijd al voor ons gemaakt hebt. En weet je wat? Deze keer zorgen wij voor het dessert. We hebben toch nog een plekje in onze buik. Zullen we er samen aan beginnen? Vond je het een leuk verhaaltje? En kun je mij vertellen waarom die piratenvrienden in het struikgewas zaten? En waarom ze zo'n plezier hadden? En tot slot, wat zou jij graag
in een schatkist vinden?